Hey gasten, ik ben Tom. En ik ben Timo. What's up? En dit is Ask a Bro. En wat speel jij? Vraagje 1 van Bram Lentjes. Wat is er zo speciaal aan de GTX 780? Net aangekondigd. Dat is net een nieuwe kaart dus. Dus hij is splinter nieuw. Hij is wat langzamer dan de Titan kaart inderdaad. Maar hij is qua prijs veel goedkoper dan de Titan. De prijskwaliteit ligt gewoon veel hoger bij die nieuwe GTX kaart. En hij is net zo krachtig als de Titan, alleen hij is wat langzamer. Omdat anders heeft Nvidia natuurlijk zoiets van, ja maar dan is de Titan te krachtig, of even krachtig als de 780. En veel duurder, dus ze moeten hun product wel kunnen blijven verkopen. Ja. Vraagje 2. Hoe heten jullie op Xbox? Van Juicy Tricks. Ja, ik wil mijn naam best zeggen. Ik ben EQUILLZ-ROXX op de Xboxes netwerk. En jij? Wil je met Timo spelen? Stuur een mailtje naar ons. talenting@bro-gaming.nl. Ja. Daar kun je gewoon bij mailen. Ook PM sturen voor bijvoorbeeld Skype. Juist. Andere gesprekken, dan kun je mij gewoon bereiken. Ik geef niet zomaar op de wereldwijde internet mijn account beschikbaar. Vraagje 3 van Game Movies TH. Wat is het verschil tussen de, wat is het? Oh, de GTX 680 en de 690? Ja. De ene is wat sneller dan de andere en wat krachtiger GPU. Ja, de 690 heeft namelijk meer geheugen dan de 680. Maar zijn kloksnelheid is wel lager, maar omdat hij dus meer RAM heeft, meer geheugen, kan die de snelle dingen verwerken. Dus de 96 is over het algemeen gewoon een stuk beter. Ja, en de GPU is wat krachtiger. Ja, ja, ja. Dus ja, daarom is het. En hij is wat duurder. Ja. Dan hebben we nog een opmerking eigenlijk van X-Fizzly. X-Fizzly! Hij vindt het leuk dat wij dit programma Ask a Bro een onderdeel hebben gemaakt van Bro Gaming Network. En dankjewel voor de suggestie. En het was echt een goede suggestie. Dus als je nog suggesties hebt, laat een comment achter hieronder. En dan doen wij het beste om aan jullie wensen te voldoen. Dan hebben we van Yari. Yari 1507, dat is dus vraagje 4. 4? Vraagje 4 van Yari 1507. Wat vinden jullie de beste game die in 2013 gaat uitkomen? Ik ga er niks over zeggen, want 2013 is nu niet voorbij. Nee, maar wat vind je de beste game? Want jij hebt al hele... Ik weet niet wat er nog meer gaat uitkomen. Jij hebt al een hele rits games wat al aankomt. Ja, maar ik weet nog niet wat er voor de rest uit gaat komen. Dus als ik nu zeg... Waarschijnlijk is dit wat nu het lijstje is, dat komt dit jaar. Nou, alles komt pas volgend jaar, de rest. Oké, nou ja, als ik moet gaan voor alles wat gereleased is, of wat aangekondigd is, dan moet ik denk ik gaan voor Call of Duty Ghosts. Die is mooie nieuwe graphics en zo. Ja, een nieuwe engine, dus ik ben echt heel erg benieuwd wat ze ermee gaan doen en hoe het gaat worden. En wat is jouw favoriete game die in 2013 gaat uitkomen? Ik ben heel erg benieuwd naar Watch Dogs. Ja, Watch Dogs met die hacker shizzle en camera's overnemen. Ja, Watch Dogs ben ik heel erg benieuwd naar en ik denk ook een klein beetje Battlefield 4. Battlefield 4 wordt ook wel heel erg vet hoor. Maar Watch Dogs staat denk ik wel nummer 1. Ja. Dan hebben we een vraagje. 5? Oh ja, vraagje 5. Wat is volgens ons de beste game aller tijden? Half-Life 2. Mass Effect. Klaar. Oké, dat is makkelijk. Ja, maar het is heel simpel. Half-Life 2 en Mass Effect. Nee, klopt ook. Allebei zijn het verhaal. Ik denk gewoon de hele Half-Life serie. Maar Half-Life 2 vond ik wel het beste. Ja, oké. Voor die tijd tenminste. 2004 en dan met van die zoeken gezichtsanimaties. Ik vond dan denk ik beste Mass Effect 1. Sorry. Ja, kon je met die auto dat was nog innovatie. En dat is ook heel lijf, de wereld ontdekken, dat vond ik het leukste. Dus Mass Effect 1 dan. Vraagje 6. 6 alweer? Wow. Van blikje 5. Wat vinden wij van Wolfenstein? Ja, wat vinden wij daarvan? Maar gezien de vorige delen ben ik heel erg benieuwd of het wel wat gaat worden. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar... Was het beter dan de vorige delen? Dan kan het echt een super game worden. Ik ga er vanuit van wel, ik hoop het wel. Of... Ja, was het weer zo'n... Zo'n meh game, weet je wel. Ja, dat het niet een triple A titel is. Het moet echt... Triple A moet echt triple A blijven, inderdaad. Ja, Wolfenstein moet echt wel naar die triple A status gaan. En niet een beetje een B-titeltje worden. Ja, ja precies. Dus ik hoop dat Activision gewoon zegt... Nou, weet je wat, hier heb je wat geld. Zie maar wat je ermee doet. Probeer gewoon echt zo goed mogelijk kwalitatief gewoon lekker, precies. En dan heb je wat meer geld voor. Ja.
Wat wil jij? Wat wil jij zien dit weekend bij Bro Gaming Network? We hebben voor jullie 3 video's klaarstaan. En degene met de meeste stemmen... Hebben ze hieronder staan? Ja, er staan hier 3 games en bepaalde type video's. Dus jullie mogen kiezen uit een van deze 3 games welke jullie dit weekend willen zien. Nummer 1. Grid 2. Een review van Grid 2 gedaan door mijn buurman hier. En dan hebben we video 2. Dat is Thunder Wolves de review. Die heb ik gedaan. Dat is een game met helikopters en dat soort dingen. En dan hebben we video 3. En dat is Orion Dinohort, de Bros Play. En die hebben we samen gedaan. Ik doe de dino. Dat was echt een ramp, jongen, die gameplay. Nou, kies dus een video hieronder welke jij wil zien dit weekend. En wat speel jij? Ja, jij! Ik? Ik ga denk ik Game Dev Tycoon spelen. Call of Duty Black Ops 2 en Minecraft. Wat speel jij? Grid 2, klaar. Oké. Okay. Nee, ik ga Grid 2 gewoon doen. Beste game, race game die nu uit is. En wat speel jij? Wat ga jij dit weekend doen? Laat een comment hierachter door te zeggen wat je allemaal gaat doen. Dus je kan heel veel comments achterlaten. Welke game je wilt zien. Vragen. Heb je vragen? Laat ze dan ook hieronder achter. En wat ga jij dit weekend doen? Mijn stem staat er helemaal van over. Zo enthousiast als dat ik ben. Er is dus heel veel. Heel veel om te commenten, dus doe het maar gewoon. Want het is leuk. Dus hoe meer jij comment, hoe meer wij doen. Kunnen doen. Ja, precies. Dat is deze Ask a Bro. Wat wil jij en wat speel jij? En nu zeggen wij... Bro Team out! Vind jij onze video's leuk of wil jij meer zien? Jij bepaalt bij Bro Gaming Network. Laat een comment achter bij deze video of stuur een mail via www.brogamingnetwork.nl.